In de tweede voetbalklasse dan trok Antwerp gisteravond naar Lierse. Antwerp deed het uitstekend op het veld van de titelfavoriet, maar gaf in de allerlaatste minuut de overwinning nog uit handen. 2-2 werd het. Trainer Radko Svilar zat voor het eerst weer op de bank sinds een zwaar brandongeval. Nauwelijks enkele weken geleden vocht hij nog voor zijn leven. Gisteravond zat hij alweer vol overgave aanwijzingen te geven. Voor wie er nog aan twijfelt, Radko Svilar is terug. En dat zal Lierse geweten hebben. Wat Antwerp met vier spitsen in de eerste helft serveert, is van het beste dat we de afgelopen maanden al gezien hebben. Inzet, overgave en de ene doelkans na de andere. Nieuwkomer Tibor Tisha mikt al na 5 minuten naast. Die Tisha blijkt al meteen een aanwinst voor Antwerp. Hier stuurt hij Kemonge uitstekend weg, maar ook diens afwerking schiet tekort. Scoren blijft een probleem voor Antwerp en Tisha heeft daar blijkbaar genoeg van. Beweging en versnelling zijn bijzonder knap. De knal verdwijnt droog onder Kujovic. Antwerp na minder dan een kwartier op 0-1. Het rood-witte legioen gaat uit zijn dak op de geïmproviseerde Lierse tribune. En je zou verminderen na zo'n doelpunt. De voorsprong voor Antwerp is oververdiend. Antwerp blijft er maar op los combineren met alweer een uitstekende Geoffrey Heiremans. Tegen een zwak Lierse creëert het de ene kans na de andere. Ook na de rust gaat Antwerp aanvankelijk op zijn elan door. De combinaties blijven mooi en rood-wit kan nu ook gaan counteren. Pivaljevic uitstekend tot bij Kemonge en Antwerp zowaar 0-2 voor op het veld van titelfavoriet Lierse. Een club die binnen enkele jaren zelfs Champions League wil spelen. De vreugde bij het legioen uit Deurne is immens. Antwerp raakt dan wat vermoeid. Lambeau laat zich aftroeven door El Gabas en die knalt kurkdroog de aansluitingstreffer binnen. Lierse, tot dan toe heel erg zwak, komt vanuit het niets terug in de wedstrijd. Antwerp zoekt de 1-3 in plaats van enkel maar te verdedigen. Kemonge krijgt nog één kansje. Rood-wit zit er stilaan helemaal door en moet ruimte laten. Radzinski profiteert daar natuurlijk uitstekend van en zijn voorzet wordt binnengekopt door de onvermijdelijke Jurgen Cavens. Tot dan toe onzichtbaar, maar plots de kwelduivel van Antwerp. De ontgoocheling is enorm na die late 2-2. Antwerp had na 2 speeldagen al 5 punten kunnen uitlopen op Lierse, maar geeft de zege toch nog uit handen. Als je op 0-2 komt hier, dan weet je dat het nog niet gespeeld is natuurlijk. Lierse is gewoon een hele goede ploeg met veel kwaliteit. Maar ik denk, ik ben er doodziek van als je ziet hoe wij 2 goals slikken. 2 amateuristische fouten, 2 vermijdbare goals. Helemaal als je 1 minuut voor tijd nog die tweede goal slikt, ja, dat is om ziek van te worden. Radko, first of all, how are you personally? Personally, I'm good. Good physically, I'm good. Health, it's good. A little bit, not yet 100%, but I feel good. After the game, I don't feel so good because we could easy win today.